We zijn namelijk op wafelijzermissie. Ja. Ja. Nou, ik heb geen zin om elke dag wafels te gaan maken hoor. Ik ben mijn huisvrouw. Nee. Jij bent echt niet goed. Een hele goede morgen, lieve mensen. Wij zijn eindelijk weer terug. We zijn een tijdje weg geweest. We hadden namelijk eventjes vakantie en daarna werd ik een tijdje ziek. Dus heb ik niet kunnen vloggen, maar vandaag kunnen we eindelijk weer de vlog beginnen. De meiden die zijn lekker aan het ontbijten. Tenminste, Loenie is alleen nog aan het ontbijten. Mardi is al lekker klaar met ontbijten en die is er schoentjes aan het aandoen. En we gaan straks lekker naar school toe. Deze week gaan de meiden voor het eerst naar... Zwemles. Zwemles, hè? Dat is echt heel spannend. Naar school? Na school, ja. Niet vandaag? Nee, maar na school. Nee, ook niet vandaag naar school? Over een paar dagen. 2 dagen? Ja, over 2 dagen, ja. Goed, over 2 dagen gaan ze dus voor het eerst zwemmen. We moeten denk ik vandaag even na school naar het zwembad toe om de zwemvestjes te passen. Ga jij alvast je speldjes in je haar doen? Gaan we dan weer zwemmen leren? Jullie gaan op zwemles leren zwemmen. Spannend, hè? Zo, Koen en ik zitten in de auto. We hebben allebei de hele ochtend gewerkt. Maar nu hebben we een missie. We zijn namelijk op wafelijzermissie. Koen die had een receptje doorgestuurd gekregen van een vriend van hem. Waarmee hij wafels had gemaakt. Ja, bananenwafels. Ja. Lekker uit met cacao en echt lekker. En ik had toevallig 2 of 3 weken geleden gezegd, we moeten echt een wafelijzer hebben. Ja, want wat voor wafels wil jij maken van normaal? Met proteïne shakes. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Oh, ja, daar kan je pannenkoeken en wafels mee maken. Dus ik wilde een wafelijzer, want het is gewoon handig als ontbijt. En het is gewoon lekker. En toen was Koen nog niet helemaal overtuigd, maar nu was hij ineens wel overtuigd. Dus we gaan een wafelijzer halen. Oké, we zijn dus naar de macro gegaan. Wat ik verwacht. En dit zijn hele kleine brakjes. Ja, maar wel echt goeie. Te klaar? Die we nu hebben mooier. Op zoek naar het tosti-ijzer. En daarna denk ik... Oh nee, wafelijzer. Ik denk dat we daarna gelijk door moeten rijden voor de meisjes. Ja! Ja. Oh, wel duur. 40 euro. 40? Ja. Dat kan goedkoper. Lijkt mij ook. Die is van Tefal. Hieronder staat hij ook gelijk. Ja, is ook mooi. Kan het niet goedkoper? Sandwich maker. Ja, die Tefal is mooi. Die is echt wel mooi, hè? Laten we die gewoon lekker nemen. Dat is een gaaf ding ook met die... Met die knop. Ja, nee. Dit is Princess. Dit is ook een wafelmaker. Hoe duur is Princess? Want Princess is vaak ook niet heel duur. Maar die staat geen prijs. Nee. Oké, we kwamen net dus bij de kassa aan. Scant die vrouw het apparaat wat wij in onze handen hadden. Staat er ineens dat die 65, 70 euro is? Ja, ik weet het niet meer. 80, dacht ik. In ieder geval heel duur. Dus wij, nee. Hij was 28 euro. Dus zij met ons teruglopen hadden ze het hele schap blijkbaar verkeerd ingedeeld. Dus nu hebben we deze gehaald. Deze was 34 euro. Zit dus ook een wafelmakertje in. En een tostimaker. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde als wat we hiervoor hadden. Ja, die andere zag er iets mooier uit. Ja. Op zich is deze ook nog wel schattig hoor. Kijk, schattig. Kijk beste mensen. Hoe die schattig. Hij is prima. Stinkt of hij zo, hè? Een beetje wel, ja. Kijk, wafels. Heel mooi. Ben je blij? Nou, als ik een wafel kan opeten. Ga je ze zelf maken? Nee. Nou, dat zeg ik ook als ik de wafels kan opeten. Hoezo zeg je gewoon nee? Mag jij voor mij maken? Nou, ik heb geen zin om elke dag wafels te gaan maken hoor. Ik ben mijn huisvrouw. Nee, jij bent echt niet goed. Daarvoor betaal je me te weinig. Nou, de meiden die zijn er weer lekker. Zijn jullie moe? Hebben jullie het leuk gehad op school, meiden? Ja, kijk en laten zien. Wauw, dat is mooi zeg. Mogen we een spelletje spelen? En jullie mogen straks in de auto een spelletje spelen. We gaan straks namelijk ook even naar opa toe. En we mogen de pizza en beestje hier ook Ja, maar als we... Eerst moeten we naar zwemles. Eerst gaan we inderdaad even zo naar het zwemles rijden. Ja? Gaan we naar zwemmen? Nee, vandaag gaan we nog niet zwemmen. Niet morgen, maar die dag erna gaan we er zwemmen. Het duurt nog 2 nachtjes slapen en dan gaan jullie zwemmen. Spannend, hè? Maar, ik bedenk me net dat we bij opa gaan eten, dus we eigenlijk helemaal geen boodschappen hoeven te doen. Dus dat we gewoon lekker door gaan rijden naar het zwembad.
We zijn nu lekker thuis en de meiden hebben dus een eigen tas gekregen en een eigen zwemvest. Hoe ben je allemaal aan het lachen? Lachen, Becky. Wil je nu eens kijken wat er in je tas zit? Is dat een goed idee? Ja! Nou, kom maar snel kijken dan. Oh, een brief. Een brief? Ja, die is niet meer interessant. Een hele mooie handdoek. Brief? Die is voor mama, denk ik. Wat is dat? Zodat mama mee kan lopen in het zwembad. Nee, dat is voor ons. Een badmuts? Nee, dat is voor om je schoenen heen. Oh. Echt, ik denk dat die voor mama zijn, schatje. Maar die zijn veel te klein. Een doek om je af te drogen. Ja, een handdoek. Een lekkere doekje. Lekker. Nog één. Oh. Oh. Twee. Oh, en een boekje. Nog één. Oh ja, heel goed. Voor jullie en voor mama. Nou, weet je wat jullie mogen doen? Je zwemvest mag er even in. En je handdoek en je bikini die je boven hebt liggen. Of je badpak. Ja? En dan gaan we de tas klaarzetten. Het is inmiddels al wat later. Ik heb een heel erg leuk pakketje binnengekregen. Daar ga ik zo eventjes naar kijken. We zijn eventjes naar mijn vader geweest. En de meiden die zijn nu lekker hun tanden aan het poetsen. De oplader van ons tandenborstel is. Ja, dat klopt. Die had ik daar even neergelegd. Waarom? Om hem op te kunnen ruimen. En de meiden hebben dus afgelopen week nieuwe tandenborstels gekregen. Hè? Hun eigen frozen elektrische tandenborstels. Ja, heel mooi hè. Is die klaar? Ja. Nou, goed zo. Wat een mooie tandje. Is goed, schatje. Ik besef me nu dat ik vergeten ben te laten zien wat er in het pakketje zat. Maar dat ga ik jullie morgenochtend gewoon gelijk eventjes laten zien. Voor nu ga ik de vlog lekker afsluiten. Ik ben heel erg moe. En het is nog niet eens heel laat, maar ik ben gewoon heel erg moe. Dus ik zie jullie morgen weer met een nieuwe video. Bye!